Ja mensen, Geert Kees van Steen Droog en we gaan verder met Cave Story op met betere kwaliteit. Kees, Cave Story met betere kwaliteit. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou jongens, dat willen jullie niet weten. Dat willen jullie gewoon niet weten. Nou ja, ik denk dat jullie het eigenlijk wel willen weten. Je kan hem downloaden via Dolphin op de Wii. En Dolphin is een programmetje, daar kan je shit op de Wii, vanaf de Wii, weet je wel. Die kan je gewoon afspelen op je computer. Heel handig. Wat zeg je? Torokko, gekidnapt die kut. Oh, dat is erg. Ja, we moeten de koning. Wow, van al die 6 mensen die hier wonen is er zelfs een koning, jongens. Vind ik knap. Erin, wat is hier te doen? De cementari. Hey, what the fuck man, een biertje mee doen. Alles gaat kapot. Zie die kerel met een mes rondlopen van, ik heb mes, jong. Mes, kapot, bam. Kapot, man. Oké. Je kan gewoon heel te blijven schieten, maar ja. En lopen er zo van, ja, een beetje lopen, lekker. Lekker een wandelingetje maken. Moet je voorstellen. Lekker een beetje wandelingetje aan het maken, komt er op een of andere kerel met een geweer, komt er opeens naar je toe. Dan schrik je toch ook wel kapot. Hoppa, we hebben Arthur's Key gevonden. Jee, daar ben ik zo blij mee, maar ik weet helemaal niet wat ik ermee kan. Maar ja, dat boeit niet. We hebben hem tenminste wel. Als er zeg iemand vraagt van, heb je Arthur's Key? Dan zeg ik, ja, die heb ik. En we zijn weer in Mimi Gaga Village. Ik zeg zelf even de geluid wat harder. Oké. Waar ga je te zeggen? Nee, niet te roken. Wie de fuck is te roken? Was dat niet een klein kutje dat in die bel werd gestopt? Puntje. Ho, nou dat is serieus. Trokos oudere broer, Arthur, ja, die was heel sterk en zo, was helemaal blij en zo. Maar ja, die was vermoord bij de dokter en zo. Die wou hem een spuitje geven tegen AIDS en toen heb je... Oh, fuck. Ja, sorry, je hebt AIDS, man. Ja, ik kon Trokos niet beschermen, ja, dat hadden we dan gemerkt. Ja, er zijn twee sleutels naar Arthur's huis. Ja, Trokos heeft er één en die andere, die is een mimegaag. Nou, die heb ik net gepakt, dus zien wat is in het vuur. Er zit vuur. Ja, goh! Daar zie je vuur. Nou, daar zit er geen zand of zo, weet je wel. Er is iets aan de andere kant. Ja, dat is leuk. Maar ja, wie is er zo gek om met je arm doorheen te steken en dan van... Oh, fuck, mijn hand! Nou. Zien, wat is er nog meer te doen? Ah, hier redden we de Doritos, man. De Shaq. Shaqje. Oké, waar moeten we nou aan toe? Naar de Arthur's huis. Nou, daar heb ik een key van gevonden. Leg hier nog wat in. Gebruikt Arthur's key. Nee, dan wil ik hem in 3D zien. En dan wil ik hem zo heel mooi key erin omdraaien. Godverdomme. Oh ja, willen jullie de originele muziek of de Wii Remade muziek? Okay. Ho. Hij vindt het niet leuk als ik hier spring. Hier ligt fruit. Bloemen? Vraagteken. Oh, er liggen bloemen. What the fuck, bloemen. Het water staat hier gewoon stil. Vind ik ook knap hoe je dat voor elkaar heeft gekregen. Ha, ik ga lekker verpesten zijn water. Ha, nou liggen niet meer stil. Ha, dan kom ik straks terug en dan gaat hij kijken van... Ah, jas ophangen. Eventjes naar mijn water dat lekker stil zit. Ga ik van genieten. Godverdomme, het ligt niet meer stil. Wil je rusten? Ja of nee? Nou, bepaal het zelf eens. Wil jij rusten? Nee, dan ga jij niet rusten. Jij mag van mij, godverdomme, niet rusten. Zo, wat ligt hier? Hij houdt wel van vraagtekentjes, mijn vriend. Text displayed on the screen. Kazumi! Maar ja, zoals je weet, ja, er is een punt aan. Ja, de teleportatie, ek-corridor. Ja, jongen, vind ik goed. Dan gaan we naar de ek-corridor. Had hij een teleporter? Nee, waar is het anders? Waar wil je naartoe? Ik kan nergens anders naartoe. Kijk naar links en naar rechts. Nou, dan gaan we naar de ek-corridor. Teleporteer naar de ek-corridor. Ja, nee, waar wil ik anders naartoe gaan, godverdomme? Ek-corridor. Neushoorn, ah, bam! Kapot, neushoorn. Oké, waar die geiten vertellen. Hey, je moet voor die kleine witte ding hieronder, jongen. Moet je opletten, want die is echt gevaarlijk, man. Als je die aanraakt, man, ga je dood, zwaar. Oké, zwaar, dat zal ik onthouden. Maar ik wil wel... Nee, dan voel ik me terug. Oké, het gaat me lukken. Die dingen, die zijn van naar links, naar rechts.
100! Yeah, je hebt de dood te gaan. Wil je het nog een keer proberen? Nou, ja. Ik kan ook gewoon op het schermpje blijven staan, maar, het was een teleporter. Oh, wacht. We moeten eerst even zijn water gaan verneuken. Water is verneukt, oké. Goed genoeg. Teleporteer. Ja, dat hebben we allemaal al gelezen. Ja, Kazoom zegt van ja, je kan hier naar de R-corridor. Eerst moet je zeggen, het is een teleporter. Dan zeg je naar de R-corridor, wil je daar naartoe gaan? Ja, goh, waar wil ik anders naartoe gaan? Is niet dat als ik er sta van, ja. Dat er dan iets anders gaat gebeuren, maar. Nou, eerst even die Doritos pakken. Lekker Doritos zijn zo lekker, jongens. Vooral die nacho cheese, wow. Nee! Ik flikkerde er gewoon in. Ja, je bent weer dood te gaan, jong. Wil je het nog een keer proberen? Nee, wat moet ik anders doen? Nou, oké, dan laat het water maar stil. Dan komt hij straks thuis en dan gaat hij lekker jas ophangen, wat eten. En dan gaat hij naar zijn lekker stilstaande water kijken. Daar kan hij van genieten, hè, die persoon die hier woont. Dan gaat hij naar zijn heerlijk stilstaande water kijken. En dan gaat hij, dan voelt hij zich zo kalm bij. Alsof er van, ja, dit is het gewoon. Maar ik moet dat ding hier hebben. Een ei met een nummer erop. Oké, het gaat me lukken. Als ik nou naar de supermarkt ga en ik ga ei uitzoeken, staat er ook op van ei 3582. Nee, die wil ik niet. Maximaal leven. Ja, ik heb 100 leven nodig om door van die dingen niet dood te gaan. Dus ik heb nog een heel weg te gaan. Hele weg. Oké. Van die dikzakken. Spring dan. Ja, je bent veel te sloom, kut. Doritos, ik moet dus veel mogelijk Doritos hebben. Nou heb ik een Doritos. Geef mij godverdomme Doritos. Ik wil godverdomme al die Doritos hebben. Heb jij Doritos bij? Wel nacho cheese, hè? Dan? Ja, goed zo, nacho cheese. Nacho cheese. Dit spel heeft wel mijn dikke commercial handen met nacho cheese Doritos. Ah, die zijn zo lekker. Als ik een Doritos eet, dan eet ik altijd nacho cheese. Anders haal ik gewoon lees chips zoals ik wel anders wil. Maar nacho cheese, jongen, goed zo. Ei 13, ei 12, geef mij maar ei 300. Waar zijn we daar? Ja, daar ben jij. Ja, daar is het. Jij, monster. Dat is best wel belediging, hè? Het hele leven heeft hij rechter. Heeft hij doorgegaan. En iedereen zegt van, daar ben je, jij monster. En ja, dan word je op een gegeven moment wel een monster. Als iedereen jou Mogol genoemd, ja, dan ga je op een gegeven moment ook zo van, Dus, jij maakt mij niet bang. Nou. Wow. Wat? Wat zei je? Zei jij, gauw? Wat zeggen de monsters? Monsters zeggen grauw. Je wil wel van dit? Ja, jongen, je basterschot. Zelfs mijn grote broer, jongen. Zelfs mijn grote broer, jongen, die heeft me nooit verslagen. Kom dan, jongen. Hij loopt er gewoon zo naartoe van la 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 bam. Ouch. Ja, je hebt me. Sorry, jongen, sorry. Je hoort gewoon zo'n squeaky die je ook als je bijvoorbeeld een van die hele kut knuffeltjes van die rubberen eentjes doet van een kiek. Oh, huh. Ja, wie ben jij? Ak, ik ben Ak. Puntje, puntje, oh fuck, hij zei puntje, puntje, puntje. Jongens, nou is het persoonlijk. Ei nummer 11. Ei nummer 10. Hé, hey, er is een huisje en er staat een floppy deskje boven. Nou, dan moet het goed zien. Oké, eerst nog 7. Wow, er staat een man in een kikkerkostuum. Daar moet ik mee praten. Hé, hey, dit is raar. Ben je niet een soldier van... ben je niet een soldaat van deze front? Of niet? Nee, als je dan vraagt... Ben je geen soldaat? Nee. Oh, fuck, nou. Where is your blond Paul? Wie de fuck is Paul? Paul, dat is zeker mijn broer. Ik heb een broer, jongens, Paul. Goed kel. Wat? Ben je geheugen verloren? Oh, volgens mij ben ik mijn geheugen verloren. Hij van, ja, je bent je geheugen verloren, man. En dat is het enige wat hij zegt, hè, van, je bent je geheugen verloren, man. Oeh, maar goed. Update alive. Capsule, daar ben ik zo blij mee. Maximaal leven. Ja, 4 erbij. Nou jongen. Wil jij ook je geheugen verliezen, kut? Moet je opletten. Moet je kijken. Hé, moet je zien. Kijk.
Ja, doe je ogen maar open. Moet je zien, moet je kijken. Kapot. Hé, hey, leg dan hartjes eens van hier. Dankjewel. Ik ben mijn geheugen wel verloren, maar ik weet nog wel hartjes, kut. En ik weet nog hoe ik me opslaan. En ik weet ook dat mijn naam Henk is. Oké. Ah, jongen, dat is lullig. Elk ei is goed en nummer 8 heeft een ei gelegd en dat is de helft van afgebroken. Voel je je ook lullig? Daar heb jij heel vroeg een ei gelegd en die hebben ze graag hier tentoonstellen. En dan ben jij toevallig die nummer 8 hebt gelegd, hè? Dat moet je je voorstellen. En dan helemaal blij dat je de ei hebt gelegd, helemaal bewaard al die jaren. En dan hakken ze er een stuk vanaf. Ja. Dat lijkt me zo lullig. Net zoals dat ze vroeger. Ja, dan vinden ze oude dinosaurus bot shit en zo. Die vinden ze niet, nee. Weet je wat het is? Die hebben dinosaurussen vroeger hebben die achtergelaten van, nou, later kunnen mensen ervan genieten. Ik heb de schatkist geopend. En wat krijg ik? Oh, een ID-kaart. Cool, dan kan ik mensen gaan oplichten. Kom ik zo de bus in, want, of nee, dan ga ik naar zo'n club en dan zaten ze op van de Henk, ken ik maar 18 jaar. En dan ben ik 16 jaar. Ohoho. Ik denk dat we vandaag de Egg-corridor nog wel redden. Om helemaal af te maken. Helemaal af te maken. Met die kutvliegen. Vlieg. Die vliegen zetten ook zo van. Nee, jongen, we zijn vliegen. Dat fuck je niet mee. Nee. Fuck, nee. Oeh, dat had ik nog maar gelet. Geluk. Oh, god. Ik had bijna nog dood. Bam, bam, pala. Maar jongens, willen jullie de nieuwe audio of de remixed audio? Dit is de nieuwe audio, maar je hebt ook dan de oude audio. Ik vind de oude audio zelf beter, maar... Maar maakt echt zelf niet veel uit. Holy shit, ze zitten een beetje naar beneden te schijten. Ook lullig. Loop je lekker op straat van la 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 op flaps. Fuck, heb ik al schijt op mijn gezicht. 7. Ja, wil je 7? Nee, wat anders. Hier is een notitie. Ik kan niet dichter bij de observatieroom komen. Omdat, ja, dat is zo'n schild. En als je dat tegen, ja... En er is een van de terminal. En ja, dat is zo'n schild. En ja, pizza. Laten we het ophouden. Een bed. Rode bloemen! Petals, little the flower! Wow, dat had echt veel zin. Also, dan kan je net zo zeggen van... als je mee praat van... dit is een bed. Punt. Oké. Flying Dragon Egg nummer 8. Egg status normaal. Status. Oké. Wat ligt hier? Open de trash chest. Hey jongens, we hebben een raketgeweer! Maar er staat gewoon een raket. Gaat hij dan heel blij met zo'n raketje gooien? Dat zul je straks zien. Het is een krachtig wapen, maar hij heeft gelimiteerde ammo. Je kan andere ammo krijgen van enemies. Die toevallig die ammo bij hebben. Die net naar de winkel zijn gegaan. Hey, laat ik eens even ammo kopen. Godverdomme, daar hebben we weer aan. Bam, 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 dood. Hey, gaat ammo. Flying Dragon Egg nummer 1. Status normaal. Nou, dat is abnormaal. Nou, zou ik zeggen wat dat is? Dat is helemaal fijn voor jou. Abnormaal. Nou, eerst even wat de hartjes pakken. Wachten totdat dat ding naar beneden komt. Dat is dik energieverbruik, hè. De hele dag staat dat ding naar boven. En naar boven. En dan naar beneden. En naar beneden. Hele dag lang. Kan je dat niet gewoon aanzetten? Gewoon zelf van, nou jongens. En dan geef je mij al de kosten die je bespaart. Dat is nog lullig hieronder. De helft van de ei is eraf gehakt. Die grote jongens die zijn, groot. Hier is gewoon niks te doen. Waarom is het dan open? Oké. Okay. Goed timing, Kees. Nee. Oh, dat lukt me wel. Hup, goed zo. Daarboven zijn allemaal mensen die me willen dood willen hebben. Dat is wel erg, hè. Die waren willen... Ik heb hem wel aangedaan in mijn vorige leven toen ik mijn geheugen was verloren. Oh, een neushoorn. Even gezellig een neushoorn, hè. Oh, nee. Bam. Dat is volgens mij het schild. Zie je, dat schild, jongens, gevaarlijk. En het is heel energieverbruikend. Oké, dat witte ding, dat moeten we niet aanraken. Want als we dit ding aanraken, dan... Dan gebeurt er wat. Weet ik wat er dan gebeurt. Het boeit me ook niet wat er dan gebeurt. Maar, alles wat je hoeft te weten over dat witte ding, is dat je doodgaat. De ID-kaart... Nee, fuck, ik ben mijn ID-kaart kwijt. Dan kan ik niet meer mensen oplichten met mijn ID-kaart. Kan ik tegen mensen zeggen van... Ik ben 18 en op ID kan dat 18 en dan zo, ben jij 18? Nee, ik ben 16! En die andere, hoe heet dan? Ja, ik heb die ID een keer gevonden hier zo ergens. Hey!
Oké, wat is hier te doen? Wow! Professor, dit zijn professors, hele belangrijke eieren. Ja, daarom leggen ze ook gewoon neer alsof het aan het al heel belangrijk. Ik zal niemand erbij laten. Nou jongen, je liet net van 16 tot en met 2 of zo liet je mij erbij. Dus, nu hoef je nog gewoon niet meer te zeiken. Oh, wil je vechten? Met je kut, Mogol. Hij denkt het echt, hè? Beetje springen. Ja, wat doe jij de hele dag? Ja, beetje springen. Leuk, hobby. Dit is ook niet moeilijk. Hyperbeam! Het was niet een heel erg hyperbeam, het was meer van de hyperbeam, maar dan met een soort hyperbeam, maar dat was dan het was meer hyperbeam. En wat gebeurt er nou? Tralies erachter. Op, hij wordt klein. Nou jongen, je bent geen monster meer. Ik heb Igor verslagen. En zoals iedereen weet is dat Japans voor Henk. Igor, ga er even nog wat te vertellen, jong. Goeie vriend. Vraagteken. Nou kijk, mijn vriend. Dat is nou iemand die dood is. Ja. Dat is nu iemand die dood is. Wat hebben we hier te vertellen? Nummer 0. Ugh. Au. Uitroepteken. Ik heb ook wel eens, hè, dan flikker ik op straat en dan Kees gaat het, dan zeg ik uitroepteken. Wie is daar? Wow, daar. Ik heb het niet verloren, hoor. Dat zo'n kerel die dan zo direct naar buiten komt en iedereen zegt, jee, de monster is verslagen. En dan zegt hij van, ja, dat was ik, jong. Dat was hij niet. Zo'n kerel is het. Ik ben knocked out door de monster. Heb je mij geraad? Ja, nu kan ik, dan kan ik hem gaan opleggen en dan kan ik gewoon zeggen, ja, ik heb jou gered. Dus niks, je mag je helemaal niet meer bemoeien. Ik ben nog boos van. Ik kan het zelf ook wel, hoor. En ik haat het eiland en ik haat alles hier en ik haat het huis hier en ik haat eten hier. Nou, ga hier dan niet op vakantie, man. Ik bedoel, als je iets haat, dan ga je toch niet op vakantie. Jong, ga een beetje op vakantie hier. Ga je direct nog zeggen dat je alles gered hebt, Mogol. Oh, dit moet ei nummer 0 zijn. We can get off the island met het ei. Dus je gaat hier op vakantie, je gaat zeggen dat alles slecht is. Ha, iedereen beledigen. En dan ga je, en je gaat zeggen dat jij dat monster hebt zeggen. En dan ga je ook nog een ei meenemen. Nou jongen, fuck jou. Het ei-conditie is normaal. Awesome. Who the fuck cares? Het is maar een ei. Ik bedoel, er zijn er miljarden. Op de weg hier naartoe lagen er een stuk of 16, dus... vraagteken. Een paswoord. Weet jij het paswoord? Ja, ik had het paswoord nodig. Nee. Als mijn grote broer maar was... Ja, je grote broer zou ik ook zeggen van... kom dan, jongen! Ja, jongen, wacht maar totdat mijn grote broer is! Puntje, waar een puntje? 5 keer, hè? Ho, lag. There is... Lijk ik weer weg. Nothing to do. I guess I'm out here. Is hier niks meer te doen, jong. Kan je maar mooi weg. Kom je wel aan het eiland? Geen idee. Ik ben mijn geheugen verloren. Maar ik denk dat dit op Kreta is. En dat ik er op vakantie ben gegaan. En toen had ik zoveel gezopen dat ik mijn geheugen kwijt was. En toen zaten we in zo'n grotje van de... Mijn vriend chillen met de Henk en Jan en zo. En zo, man, waar ga je? En toen zei ze van... Hé, man, moet je zien. En toen mijn elleboog tegen mijn kop. Ja, toen was ik mijn geheugen verloren. Ja, je ziet er niet vanuit. Ja, jij ook niet. Jij komt dik uit Australië. Je ziet toch zelf ook wel? Ja, de letters op je cap. Ja, die zijn niet van hier. Ben je misschien verloren? Nee, man. Moet je mijn fake ID zien dan? Moet je zien. Ik ben dik 18 jaar, man. Ja, joh. Fijn, jong. Je mag met mij mee. Ik heb het helemaal niet gevraagd. Waarom zou ik met die kut mee willen? Geef mij één reden om met hem mee te gaan. Volgens mij is dat een dikke pedo. Dus. 1. Hij is oké, watje. 2. Hij gaat hier op vakantie. Gaat iedereen uitschelden. Gaat altijd allemaal zeggen wat slecht is. 2. Hij gaat zo direct zeggen dat hij mij gered heeft. En dat hij de monster heeft geslagen. Dat iedereen heel blij om is. 3.
Of 4 of zo. Hij gaat het eigen grappen. En 5, hij is nog een pedo. Nou jongen, flikker op man. Maar aan plotseling was mijn schijf vol. Mijn scheid vol. Vol gescheten. Sorry. Dus een punt. Dit is wel een perfect plekje om te eindigen. Vinden we niet? Lijkt nog wel een beetje, maar laten we erop houden. We gaan eindigen hier. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Dat was dus mijn comeback naar een dag of zo. Maar abonneer, reageer, eet pizza, altijd pizza eten. Zeg ik al bij eigenlijk bij elk einde. Vandaag geen pizza eten, eet calzone of shawarma of friet met frikandel. Maar dan moet je wel de frikandel, die moet je eerst in de frituurpan gooien. En dan moet je pas op eten, snap je? Nou, dus abonneer, reageer, reclame tot mond, zeg tegen iedereen, als je mijn filmpjes vet vindt, gewoon doen. Ik zie jullie de volgende keer weer, dit was Geert Kees, F7, en eventjes live en missile refillen. En dit was Geert Kees, ik zie jullie wel een andere keer weer, yo!